Goedemorgen, de recreant hier. Dit is de laatste dag van trainingsweek 4 voor mijn weg naar een marathon. En het is weer een lange duurloop, dus ik ga ook weer door het bos heen. Omdat mijn eerste marathon ook grotendeels door natuur zal zijn. Dus dat moet ik zeker gaan trainen en niet alleen maar verhard lopen. Ik ben vandaag erg vroeg op pad. Het is 6:30. En heeft te maken met dat het vandaag dus een extreme warme dag gaat worden. En dan moet je zeker niet op het helft van de dag nog gaan hardlopen. Voor de rest moet je goed om jezelf denken. Goed vocht tot je nemen. Ik heb thuis genoeg gedronken. Ik heb voor in het bos heb ik mee mijn Softflex. Dat is ideaal. Want naarmate je meer drinkt, wordt die kleiner en je steekt ze zo bij je weg. Dus dan heb je altijd drinken bij je. Dus we gaan goed voorbereid op pad. We beginnen met een stukje warming up. Daarna ga ik wat losmaken oefeningen doen. En loopscholing. En dan ga ik met mijn loopje beginnen. Ik hoop dat we onderweg wat leuke dingen zien die ik jullie kan laten zien. En ik hoop dat het een leuke training wordt. Ik zeg, we gaan beginnen.
We zijn begonnen. Nou, we zijn de 5 kilometer gepasseerd en dat vraagt om een slokje drinken. En doe ik gewoon mijn Softflex. Die is al lekker kleiner aan het worden. Het mooiste is als je dat gewoon onder het hardlopen doet en dat je daar niet voor hoeft te stoppen. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat dit soort dingen, even de camera pakken, of mobiel, of wat drinken, of het eten, dat je hartslag daardoor ietsjes gaat versnellen. Dus naast zo'n actie, dus of mensen nemen een gelletje of een bar, dat je dan even
En je doet dat tijdens het hardlopen. Dat je hartslag dan weer even een beetje moet herpakken. Dat geeft natuurlijk niks. Het is alleen maar training. En training is goed. Dit is zo makkelijk. Want je zuigt ze vacuüm. Dus je hoeft ze niet op de kop te houden. Dat is gewoon ideaal. Eigenlijk voor iemand die lange afstanden loopt. Is dat een aanrader. Je steekt ze bij je. En je kunt er gewoon aan. Zuigen en drinken. Zonder dat je een fles op de kop moet houden. Dus je kunt ook blijven kijken waar je loopt. Ook belangrijk. Dit was er even een dingetje voor onderweg. Mensen, ik ben weer aan het einde van mijn training gekomen. Onderweg wat leuke reeën gezien. Ik hoop dat ze er leuk op staan. En vooral ook aan het begin van de film. De loopscholing, erg belangrijk. Kijk, ik zie er wat mee kunt. Lijkt je het ook wat? Wil je het goed aanleren? Meld je dan aan bij een loopvereniging, een atletiekvereniging. Die kunnen je daar haarfijn mee helpen. Die zien precies wat je houding is, hoe je loopt, hoe je ademhaling is. En die kunnen dan met jou aan de slag. Dus probeer niet jezelf te gaan sleutelen. Maar denk na en zie, hé, dat mis ik in mijn loopsport. En dat zou ik er toch wel bij willen doen. Meld je aan bij een loopvereniging en zij kunnen je helpen. En voor nu zeg ik, ik hoop dat jullie weer genoten hebben van mijn filmpje. En tot de volgende keer.